Niets zo veranderlijk als de voetbalwereld. Daar waar de een prachtige transfer verdient, moet een ander plotseling genoegen nemen met een plaats op de bank. In een jaar later blikken we met spelers van vorig seizoen terug op hun plannen en ambities voor dit jaar. Wat is er uitgekomen en wat niet? Deze week met Pelé van Anholt. Ik zat eigenlijk na te denken ook over het interview van een jaar geleden. En ik weet niet heel veel meer ervan. Nou, ik ben hier opgegroeid, al mijn vrienden wonen hier ook, of bij mij in de buurt. Dus qua dat dan wonen, ja, voel ik me wel op mijn gemak. Alleen op een gegeven moment wil ik wel ergens anders gaan wonen. Ja, het klopt nog steeds eigenlijk. Al mijn vrienden wonen nog steeds bij mij in de buurt. En ja, dat is gewoon heel vertrouwd. En, maar ja, uiteindelijk zou ik het ook wel leuk vinden om ergens anders te wonen en gewoon een nieuwe omgeving te hebben. Dus, ja, ik ben het wel eens nog met een jaar geleden. Verliefd? Nou ja, het is nu houden van. Dus nee, ik heb een vriendin en laten we dat zo houden inderdaad. Ja, ja, nog steeds houden van inderdaad. Ik heb nog steeds mijn vriendin en dat gaat hartstikke goed. Dus ja, dat blijft ook wel zo. Nou ja, sowieso weer strijden om Europees voetbal, zoals we dit jaar ook doen. Dus ja, dat minimaal eigenlijk, verwacht ik. Ja, normaal gesproken was het nu eigenlijk al duidelijk dat we play-offs zouden halen. Tenminste, een jaar geleden was dat nu al duidelijk, denk ik. En ja, jammer genoeg is dat niet gelukt. Is het een tegenvallend seizoen voor jou? Ja, sowieso. Ik had hele andere dingen in mijn hoofd eigenlijk. Ik kon weer op mijn eigen positie spelen, rechtsback. En dan is het wel frustrerend hoe het gegaan is eigenlijk, als een nachtkaars uitgegaan. Veel meer inbreng qua goals en assist, en dat moet zeker omhoog. En daar ben ik ook teleurgesteld in dit jaar, omdat dat heel beperkt is gebleven. Ja, dit seizoen is het eigenlijk qua rendement hetzelfde als vorig seizoen. Terwijl ik ook nog op mijn eigen positie kon spelen. Dus ja, daar kan je zeker niet tevreden over zijn. En zoals ik al zei, daar baal ik wel heel erg van. Maar je kan de tijd niet terugdraaien. Dus geen woorden, maar daden. Ja, gemengde gevoelens. Als rechtsback denk ik dat ik beter uit de verf kom. En alleen ja, voor het team was het gewoon beter dat ik linksback ging staan. En ja, qua dat ontwikkel ik me wel in een breder pakket. Alleen ik wil me specialiseren en dat is op de rechtsbackpositie. Dus ja, ik heb, voor mij is het duidelijk dat ik daar veel beter ben. Ga je dat volgend jaar ook weer doen, denk je? Rechtsback bedoel je? Ja, mijn doel is wel om rechtsback te spelen. En dan moet het blijken waar het dan is. Ik had meer van mezelf verwacht, maar ook van het team. En dat helpt ook wel mee natuurlijk. Als we als team zeg maar goed presteren. Ja, wedstrijden als Feyenoord uit, dan gaat het met mij vanzelf ook beter. Dus het heeft ook natuurlijk met mij te maken, maar ook deels met het team sowieso. We zijn gewoon niet stabiel genoeg geweest en we hebben heel veel wisselingen gehad in het team. En dat komt niet ten goede, dat weet ik zeker. Er zit veel meer in dan dat je hebt laten zien? Ja, sowieso. Ja. Zowel bij mij als met het team, 100%. Nee, hij speelt op dit ogenblik helemaal niks. En ook omdat ik dit seizoen niet top heb gepresteerd, wordt het er niet makkelijker op. Dus als ik maar rechtsback speel, dat is het belangrijkste voor mij persoonlijk, vind ik. Vorig seizoen was je aan het kijken of er misschien een nieuwe stap mogelijk was. Die is niet gekomen nog. Hoe staat het er nu voor? Nee, die is niet gekomen uiteindelijk, nee. Ja, hoe staat het nu voor? Ik ga weg bij Heerenveen, dus in die zin lijkt het me logisch dat er wel een andere stap komt. En dan moet het zien waar, binnen of buitenland. En ik hou alle opties open. Ja. Wat zou je zelf het liefst willen? Als je me 2 jaar geleden het zou vragen, zou ik zeggen in Nederland. Alleen nu lijkt me het buitenland ook wel mooi. Ik word ook wat ouder, dus dan lijkt mij dat een mooi avontuur. En welke competitie?
Ja, Engeland of Duitsland vond ik altijd en vind ik altijd wel een mooie competitie. Dus ja, moeten we kijken of dat zou kunnen. Maar ik sta eigenlijk voor alles open. En hebben de clubs uit die landen ook al geïnformeerd? Nou, nog niks is concreet. Dus, maar ze hebben wel geïnformeerd? Nou ja, je hoort wel eens wat dingen, maar uiteindelijk heb ik niks gehoord dat het, of het concreet is. Dus we wachten nog even af. Hoe is je Duits? Ik heb vroeger wel Duits gehad op school, maar daar is het ook bij gebleven. Dus ik moet nog even oefenen dan. Klein beetje. Ja, een klein beetje, ja.